Maar zijn het gevaarlijke types? Ja, meestal wel. Ik denk dat ik de juiste persoon ben. Ik denk, gozer, wat een fuck zat je met je hoofd als je dit doet. Je hebt er zin in, hè? Steeds minder. Oh. Ja, goed. Nu Robin Hood, het programma waarin wij geld pakken van degene die dat op een oneerlijke manier hebben verdiend. Ja, en dat geld gaan we weer teruggeven aan de armen. Maar aan wie? Dat gaan we doneren aan het goede doel. En jullie mogen bepalen welk goede doel dat is. Dus laat even weten in de comments. En de meeste gekommende goede doel wordt het. De meeste hebben gelden. Zo eerlijk is het wel. Ja. Ja, nu gaan we voor ons slachtoffer aanpakken. Aan jou de eer. Yes. Sinds Pablo Escobar in de jaren 80 zijn internationale drugsimperium opbouwde, is de cocaïnehandel voor veel criminelen een goudmijn geworden. Onder andere via de haven van Antwerpen komen aan de lopende band ladingen met cocaïne onze Europese grenzen binnen. Nou zijn er in de hoofdsteden ook dealers te vinden die voornamelijk aan toeristen waspoeder verkopen. Ze bieden het echter aan alsof het drugs zijn, pak je geld en rennen snel weg. Daarom proberen we deze week de wasmiddeloplichters op te sporen en aan te pakken. Antwerpen. Ja, het is uit Nederland, maar dat betekent niet veiliger. Nee. Want we hebben toevallig een artikel onderweg naartoe gelezen dat er sprake is van drugsoorlog. Drugsoorlog. Granaten. Gekke Albanese met wapens. Dus het is best wel link eigenlijk, maar misschien goed, we gaan het toch proberen. Veiliger om het gewoon lekker in Amsterdam te doen. Ja. Maar goed, we zijn hier nu. Het idee is eigenlijk heel simpel. We gaan een dealer vragen of hij iets te koop heeft. Dat doen we natuurlijk een beetje in een sketchy buurt doen. Je hebt hier ook een hoerenbuurt, daar heb je ze vaak rondlopen. Dan willen we eerst natuurlijk even testen of het echt troep is. Want als het goede kwaliteit is, dan wil jij ze niet pakken natuurlijk. Want dat zou hypocriet voor jou zijn. Voor jou. dus we willen wel iemand die echt waspoeder verkoopt voor 60 euro. Dat is echt oplichterij. Maar dan de grote confrontatie. Als het inderdaad waspoeder is, dan moeten ze dus gaan zeggen... Yo, je zit in Undercover Nederland voor een televisieprogramma. Ja, je bent nu opgenomen. Hier is de camera, daar is de camera. Daar is de camera, je staat nu op YouTube. Kun je misschien een 50 euro voor ons pinnen en hebben we het er nergens meer over? Dit is een fucking dom plan. Mocht de shit echt uit de hand lopen, we hebben gewoon twee bodyguards achter de camera. Hè? Dat weet ik. Die doen maar niet zo die... heel veel tegen kogels. Dat weet ik ook. Zijn niet sneller dan een kogel. Oké, je moet even in de mindset komen. Waarbij ik alles durf. Ik durf alles. Misschien moeten we coke snuiven. Laten we coke halen. Ik ga deze guy vragen. Maar ga je echt... Ga je vragen? Ja. Sorry, mag ik je wat vragen? Kun ik hier ergens iets van coke scoren? Oh, dat is moeilijk. Is dat lastig? Moeilijk? Ja, zeker aan deze kant. Zeker aan deze kant. Aan welke kant moeten we wezen dan? Het is een beetje wel een vulgaire kant. Dat ik ga niet een vulgaire kant? Ja, willen we eigenlijk niet komen. Maar de prostituees veel flikken wel, ja. Oh ja. Veel flikken wel. Ja? Ja, oké, dus oppassen. Ja, dat is zeker en vast. Maar daar kun je sowieso zeker daar. En waar is dat? Het is eigenlijk het beste als je langs hier bent. Ja? Beter eigenlijk gewoon een schuine richting gaan eigenlijk. Oh, die kant op. Maar zijn het gevaarlijke types? Ja, meestal wel. We moeten zien of het waspoeder is. Jij bent de kenner, jij zit er meteen. Het ben de kenner. Hey man, kan jij het vragen? Schipperskwartier. Kunnen wij... Sector, daar links. Kun je daar coke halen? I don't know. Nee? Ja. Really not coke. Je hebt daar wat kroegen. En daar rondom lopen ze.
Okay, ja, dus we gaan gewoon zo'n kroeg in en dan... Denk je dan echt dat er iemand naar ons toe komt geven bij je kook? Ja. Heren, weten jullie al toevallig waar je hier iets kan kopen? Hm? Waar je iets kan kopen hier? German, English? Where you can buy something... German, English? Drugs? Drugs? Oh no. Cocaine? No idea. No idea? Yeah. Okay. Ik denk, godverdomme wel een gozer uit Lord of the Rings, man. Dat was een ork. Hij was tering in die kerel. Oh, dit is echt zo'n moment dat je later denkt, gozer, wat de fuck zat je met je hoofd dat je dit doet? Nou ja, dat had ik al met die kutpooier. Weet je wat het erg is? Naar die pooier heb ik gezegd, doe ik nooit meer. Nee, maar dat is de grap. We hebben hem nooit... We hadden hem toen niet durven confronteren met het feit dat we hem aan het naaien waren. Nee, dat ga je dat ga je nu wel doen. Nu is het echt, je bent op tv. Undercover ik Nederland. Ik ga je naaien. Of je geeft mij 50 euro. Oh, kijk. Oh ja, zie je die rosse lichten daar? Daar is het. Oh, dit zijn die barretjes waar hij het over had. Ja, je gaat toch, moet je voorstellen, dan zit je in een bar. Dan zit je vast. Komt er een dealer naar je toe die waarschijnlijk eigenaar is van die bar. Dan ga je hem in zijn eigen bar, ga je hem eventjes vertellen dat... Ja, hier zit je dus. Dit zijn de grimmige mannen. Ja. Zo. Ja, dat weet ik. Hey man, is goed? Zeg ja? Sorry? Wat hebben we nodig? Wat moet ik nodig hebben? Ja? Kook of zo bedoel je? Sorry? Kook hier ben ik. 15. Heb je voor koken? Ja. Wat heb je bij je dan? Ja? Is goed voor? Normaal is goed voor. Maar kan ik het proberen? Hier, op straat. Ja, ik weet niet, hoe werkt dat normaal? Dat mag niet, het kan maar de politie hier, iedereen hier. Bro. Nou, binnen, of je drinken of pintje drinken, ik ga naar het toilet, ik ga even, het is geen proost. Ja. Weet je waarom hier is? Ik zal even doorlopen. Ja, hoeft niet, dat vind ik fijn. Moet je doen? Ja. Ja, dat weet ik. Gewoon dat. Nou, lopen we wel even een rondje, dan zie je zo. Ik ga het niet kunnen, denk ik. Huh? Ik ga het niet kunnen, denk ik. Nee, ik ook niet. Kijk, maar ik zie jou. Ik zie ook... Zet er aan de kant op? Ja, ik was het meest bang voor de gasten die hier verder... Hier heb je een camera, de zender zit hier, grap. Ja, ik zie jouw zender ook wel. Het probleem was, we wilden daar op straat testen. Maar hij zegt, ja, dan moet je mee naar binnen. Ja, naar binnen willen doen. We niet. Ik weet niet of je door had, maar er liepen vier andere gasten... liepen de hele tijd alleen maar contact met elkaar te houden. Dat was... Ik zat zo naar achter te kijken. Ik zie jouw kop zo. Maar wat de fuck gaan we nu doen? Want ik we hebben geen nog geen 50 euro. Nee. Misschien een andere wijk? Als je dit nou in het nieuws zou lezen... dan zou je er alleen maar denken van... Ja, ja. De YouTuber is doodgeschoten in Antwerpen. Probeer een drugsdealers op te lichten. Ja. Dan denk ik toch alleen maar... Ja, natuurlijk! Ja, dit zou het toeristenpleintje moeten zijn. Ja. We gaan er nu gewoon weer vol in. Maar we gaan sowieso never nooit met iemand mee. Nee. Als je daar naar binnen gaat, en ze zien jouw zender, of mijn zender, of onze camera's, dan kom je niet meer heel leuk naar buiten. Kan ja, dat snap ik. Dus fuck het hele idee dat het waspoeder moet zijn. Zodra ze zeggen dat ze het hebben, dan zeggen we gewoon, oké, je zit in een programma. Sorry hoor. Hoi. Ik heb vragen. Weet jij waar we hier dingen kunnen halen? Cocaïne of iets? Nee. Ja. Ik word er. Ik durf ook steeds minder. Zeg maar, ik begon hier van. Ja, let's maar, go. Ik ben nu echt. Ja, maar we maken onszelf helemaal gek. Is er weinig meer van over, kan je vertellen? We maken onszelf helemaal gek. Ik wil gewoon naar huis. Deze guy? Deze gozer? Ja, die loopt er wel bij. Mag je het vragen? Hoi. Heb jij iets op koop? Dat is oké. Cocaïne? Waar kom je nu vandaan? Holland. Zeg je? Nederland. Amsterdam. Heb je? Waarom spreek je die naam? Wat zeg je? Waarom spreek je die naam? Omdat wij gewoon op zoek zijn. En ik denk dat ik de juiste persoon ben. Ja, maar... misschien weet je iets. Zijn jullie van de police? Nee. Kunnen we het proberen? Dan moet je wel even meekomen.
Ja, waar is het dan? Een beetje verder hier vandaan. Oké. We kunnen niet hier. Nee. Oké, Sorry ouwe. Ja. Moet je dat zeggen? Je zit in Undercover Nederland, man. Je zit in een programma. Programma? In een tv-programma. En dat pak ik. Welke tv programma? Nee, hey, oké. Laat maar. Dit is zo'n stom idee. Weg. Oké, zullen we hem nu boeken? Weg. Ja, eerlijk is eerlijk, we hebben gewoon precies 0 euro verdiend. Ja, en eerlijk is eerlijk, we staan veilig in de parkeergarage, godverdomme. Ja. Ik voel me er niet lekker bij. Nee. Ik wilde er echt weg. Ik ben ook heel eerlijk, ik was vooral gewoon echt bang. Ja, gast. Anyway, 0 euro. Huis? 0 euro, volgende week zou ik gewoon, moeten we echt gewoon verkleed als agenten als ze zoiets gaan doen. Ja. We kunnen ze niet confronteren met een camera en dan maar eisen dat ze nee, zodra je met een camera begint, dan... Nee, fuck. Ja, dus wat we vorig seizoen deden bij de pooien met een wielklem... En een camera aan de cover, maar je gaat ze niet vertellen, ik ben aan het filmen, ik ben aan het naaien. Nee. Heb je net gevallen? Hier zijn mijn ribben, steekbaar. Ja. Gaan we niet meer doen. Nee. Leuk idee. Ja. Niet meer doen. Anyway, volgende week zijn we weer terug. En abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En like ook even de aflevering. En comment als je het wel durft. Ja, want dit had best pijn kunnen doen. Tyfus, wat de fuck zit er in jouw zak?